Jullie komen toch even bij. Toch wel knap wat die dames hier alvast gepresteerd hebben vandaag op het podium. Maar laten we eens gaan kijken welke titels ze kunnen winnen en hoe dat de puntentelling in elkaar zit. Ja, inderdaad. Want we hebben natuurlijk de drie grote titels. Hè, onze top drie, de uiteindelijke Miss Wellness Beauty en de twee eredames. Maar daarnaast zijn er nog andere titels te winnen. Nous allons naturellement élire notre Miss Wellness Beauty ainsi que ses dauphines, mais nous allons également donner un titre Miss Wellness Style pour la plus élégante et Miss Wellness Media pour ceux qui, ou celle mieux dit, qui a pu s'exposer au public parmi la presse, les réseaux sociaux, tous les médias. Donc, nous avons encore deux extra titres. Die we vanavond geven. En misschien niet onbelangrijk om ook wel te zeggen hoe dat we die punten gaan geven, Cynthia. Ja, want de finalisten hebben al een heel parcours achter de rug. Ze zijn al een tijdje op pad samen met de organisatie en de comitéleden. En die hebben de finalisten telkens punten gegeven. En dat percentage is 40%. Daarnaast werden de dames ook op de proef gesteld en moesten ze een examen afleggen. Helemaal in de wereld van de beauty en wellness. En daar stonden 10% van de punten op. Een ander percentage, nog 10%, werd bepaald door de sms-voting. De dames hebben allemaal flyers mee naar huis gekregen, moesten zoveel mogelijk promotie maken en er moest dus gestemd worden. 40% donc par le comité, 10% par sms et 10% par un examen. Et si je me trompe pas, dans quelques instants, nous aurons ces résultats par le président du jury, maar als ik goed tel, we zitten dus, ja, 60%, dat betekent dat die juryleden instaan voor maar liefst 40% van de punten vanavond dan. Heel belangrijk volk dus aan die tafel. Alors, nous aimons présenter les membres du jury. En we gaan beginnen, dames en heren, met de voorzitter. Een man die we kennen natuurlijk uit de tijd van Sterren op de Dansvloer op VTM. Hij is professioneel ballroomdanser en zaakvoerder van Dansstudio 1, 2, 3, dames en heren, Davy Brokatus. Onze volgend charmant jurylid, dames en heren. Ja, ze kent het vak van wellness en beauty maar al te goed. Ze gaf ook heel wat les ook aan schoonheidsspecialisten. En niet onbelangrijk, we gaan even terug in de tijd. Want in 2014 stond zij hier op het podium. Graag een geweldig applaus voor Lies Seynaven. Miss Wellness Beauty 2014, inderdaad. Oké, dan gaan we even aan de andere kant van de tafel opnieuw. Een mannelijk jurylid, hij is Unizo-voorzitter van Lanaken. En hij is ook thuis in het begeleiden dus van zelfstandige ondernemers. Vandaag treedt hij op als vertegenwoordiger en ook als hoofdpartner van deze verkiezing van Medicaid. En Medicaid, dames en heren, is de specialist in huidverbetering. En dat hebben de finalisten zelf mogen ondervinden tijdens een beauty-workshop. En daarvoor een applaus voor Johan Eertmans. We hebben het vanavond al een aantal keer gehoord, dat woordje stralen wel. Dat doen we vanavond ook dankzij de handgemaakte exclusieve juwelen met diamanten, edelstenen, kleurstenen, parels en ditmaal dankzij exclusive jewelry van Vos, de eigen juwelenlijn Vos & Co. De winnares van vanavond zal, dames en heren, net als Jody, de ambassadrice van vorig jaar, ook een prachtig, waardevol juweel mee naar huis mogen nemen dat door hen gemaakt is. Dus dankjewel, Karin Vossen. En dan hebben we onder onze juryleden nog een dame die er reeds op het podium heeft gestaan. En zij werd verkozen tot eerste eredame in 2016. Ze weet als geen ander hoe het dus is en voelt om hier op het podium te staan. Zij is zelf zelfstandig schoonheidsspecialiste en zaakvoerder van esthetieke Anne-Sophie in het West-Vlaamse Snellegem. Dames en heren, Anne-Sophie Carly. En we hebben in onze jury natuurlijk ook iemand van de pers uitgenodigd. Wel, Miss Wellness Beauty werkt al jaren samen met We Love Misses. Dat is de pleisobie waar u alle laatste nieuwtjes van alle misverkiezingen van ons landje kan terugvinden. Maar deze mediapartner zorgt vandaag voor een live captatie van deze show. En dat hebben jullie ongetwijfeld al gemerkt hier op het grote scherm achter ons.
We Love Misses wordt vanavond in onze jury vertegenwoordigd door Paula Koevers. En nog een andere hoofdpartner binnen onze juryleden. En dat is een dame die het merk D'Azur vertegenwoordigt. En D'Azur is een nieuw tanning- en waxingmerk op de Europese markt. Maar er schuilt al meer dan 25 jaar ervaring bij de oprichters. De finalisten hebben ook hiermee kennis kunnen maken. En dat tijdens de Day of Beauty en ook op de workshopdag. We zijn blij dat we hier vanavond onder ons hebben Elisa Kruk. En dan richt ik me graag even tot onze juryvoorzitter, dames en heren. Jullie kennen hem inderdaad van Ster op de Dansvloer op VTM als professioneel ballroomdanser en zaakvoerder van Dansstudio 123. Beste Davy, ja, je kent deze show natuurlijk door en door, want je bent een trouwe, vaste voorzitter van de jury. Welk gevoel heb je vanavond al? Nou ja, elk jaar is natuurlijk weer een nieuwe lichting. Hè? En elke dame hoopt natuurlijk ooit dat kroontje vast te krijgen. Voor ons is het natuurlijk ook de eerste keer dat wij ze vandaag zien. En ik moet zeggen, ja, de eerste indrukken, en ik kijk even naar mijn collega juryleden, ja, ze verbazen me toch wel. Ik denk dat er veel dames zijn die echt wel, ja, weten waar ze naartoe willen. En dat hebben ze natuurlijk nodig hier als de ambassadrice voor Miss Belgium Wellness Beauty. Natuurlijk professioneel danser. Ga je dan net dat tikkeltje meer aandacht besteden aan hoe ze doen hier op het podium qua dans? Of voor jou het totaalplaatje dat moet kloppen? Oh, ik denk dat dat met alles in het leven, het is een en-en-en verhaal, weet je. En dat is voor elke sporter zo, er komt veel psychologie bij, dat is voor elke job zo. En het is niet alleen een beetje kennis, maar je moet die kennis ook kunnen overdragen, je moet verbaal sterk zijn. En net zoals zij en wij, zitten we ook in een visuele sector, dus het oog wil ook wat. En dat krijgt het wel vanavond hier op het podium, heb ik toch zo wel het gevoel. Een zeer straffe knappe lichting. Hoeveelste editie is het dat je bij ons bent? We zijn de tel al ergens kwijtgeraakt. Ondertussen, maar de tel die we niet zijn kwijtgeraakt, dat is die van de top 5 sms'jes en top 5 van het examen. Donc je crois qu'il est grand temps de nous révéler ses résultats. Nous dévoiler le top 5 sms et le top 5 examen. Goed, ja. Ik zal beginnen met de populariteit van het sms-voten, ja. En de top 5 daarin werd gehaald op de 5e plaats is Shanti. Op de 4e plaats Gwendoline. De 3e plaats gaat naar Saar. Op de 2e plaats bevindt zich Berdien. Volgens het sms-votingkanaal is de populairste op nummer 1 Christine Bessanger. En ik ga onmiddellijk over naar de kennis, ja, want het is niet alleen populariteit natuurlijk. Hè. De dames worden ook geacht kennis te hebben van de sector. En de resultaten van het examen, en ik moet zeggen, er zijn wel zeer hoge scores gehaald, als we die allemaal haalden op onze examens, ja. Er is exequo, dus ik ga 4 namen afroepen die exequo geëindigd zijn op de 3e plaats. Dus 4 namen behaalden een zeer mooie score van 8,5 op 10. En die plaats gaat naar Gwendoline, Iris, Saar en Berdien. En ook voor de 1e plaats hebben we een exequo met nog een meer verbluffende score van 9,5 op 10. En deze 2 dames, want het is hier een exequo, de 1e plaats voor het examen gaat naar Anke Klassen en Jessie Parmaak. Anke en Jessie dus op de 1e plaats. Ja, heel wat knappe koppen dus, hè. Het gaat hier om de looks, want de dames weten inderdaad heel wat van de sector. Beste juryleden, we zouden zeggen, Cynthia en ik, zet hem op, want we weten dat het een straffe lichting is dit jaar.